Kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in kieskring 6, Nijmegen. 1 VVD. 1 VVD. 1 VVV. Nou, dat weten we nou ondertussen wel. 2 Partij van de Arbeid. 2 Partij van de Arbeid. 2 Partij van de Arbeid. Oké, die mensen vervallen in herhaling, dat is duidelijk. 3 PVV. Partij voor de Vrijheid. 3 PVV. Partij voor de Vrijheid. 4 SP. Socialistische Partij. 4 SP. Socialistische Partij. 5 CDA. 5 CDA. Jongen, het is helemaal een herhaling. Dus ik was dat, jongen. 6. Democraten 66. D66. 7. ChristenUnie. 8. GroenLinks. 9. Staatkundig Gereformeerde Partij. SGP. 10. Partij voor de Dieren. 11. 50+. 12. Ondernemerspartij. 13 VNL voor Nederland, dat is al wat vager. 14 DENK, dat zijn die Erdogan naapers, ja-knikkers. 15 Nieuwe Wegen. 16 Forum voor Democratie, daar geloof ik niks van. 17 De Burgerbeweging. 18 Vrijzinnige Partij. 19 Geen Pijl. 20 Piratenpartij. 21 Artikel 1. 22 Niet-stemmers. 23 Libertarische Partij. 24 Lokaal in de Kamer. 25, Jezus leef, shit, ze zijn me op het spoor, ik moet verhuizen. 26, stem en L. Voor zover de keuze tussen de politieke partijen. Er zijn er nog 2, waarvan ik de naam niet meer weet. Maar die zijn niet in dit kiesdistrict aanwezig, zodoende. Hallo lui, welkom bij de verkiezingsspecial van de J plus en T plusjes. Uiteraard geen J of T plus, maar de verkiezingsspecial. Waarom zojuist die grap van Jezus leef en daarbij zei ik shit, ze zijn me op het spoor, ik moet verhuizen. Nou, toen ik ongeveer 4 jaar geleden naar deze woning verhuisde, wist ik heus wel dat de buurtbewoners of de buurtkinderen, dat weet ik niet, roddelen, oh dat Jezus figuur, hè? Oh, kijk, dat bedoelen we maar. Hm?